We brachten u onlangs het item van familie Rosiek en Johanna Margarita. Dat is in het district Kommeweinen. Moeder en zoon hebben ruzie. En de ruzie begon toen het bleek dat het 16-jarig dochtertje zwanger was. Er werd over en weer beschuldigingen geuit over wie het meisje zou hebben misbruikt. En de naam van Radio werd genoemd. In deze aflevering. Een verklaring van Radio en de grootmoeder van het minderjarig meisje. Kijk u maar naar het volgende. In de vorige uitzending hadden we deze mevrouw iets op bezoek. Dat is mevrouw Rosiek. Toen zijn we helemaal naar het district komen wijnen. Wel te verstaan, plantaas Johanna Margarita. De plek Elisabeth's hoop om het verhaal van deze mevrouw aan te horen. Haar koeien die werden verwijderd door haar eigen zoon. En wel van de plek waar de koeien al jaren graasden. Nu een paar weken terug krijgen wij mevrouw Rosiek wederom op bezoek. Omdat de situatie verergerd is nog meer. Mevrouw Rosiek die vindt dat er in het wederhoor onwaarheden zijn verteld door haar zoon. Is dat zo mevrouw Rosiek? Kijk, de waarheid is, mijn zoon heeft mij geslagen. Dat heeft hij gezegd, dat hij heeft hij niet gedaan. Ja toch? Hij heeft gezegd, dat hij heeft niet gedaan. Hij heeft u en, geslagen? Ja. Hij schelt mij uit. Die ene voet kan je niet lopen ik ga die andere ook kapot maken, dan ga je niet kunnen lopen. Toen ik de koeien ben gaan jagen, is hij gekomen met een stok. Hij heeft mij geslagen. Ik heb mijn voet zo getrokken dat hij het daar ga kregen. Elke dag bijna scheldt hij mij uit. Dan komt hij met hoog op mijn erf. Nee. God, ik was echt moe. Ja, maar toen hij daar is, waar hij nu woont, was, was dat meisje al zwanger? Ik weet niet met wie zij geslapen heeft of niet, weet ik echt niet. Oma was erbij? Ja. Was oma erbij? O, ik was erbij, zijn vrouw was erbij met twee kinderen. Dus radio wilde haar niet brengen. Ik heb radio verzoeken, radio. Dat meisje gaat nergens. Laten we één keer met haar gaan wandelen. Oma, u hoorde van het strand. Wat is er precies op het strand gebeurd? Dus we waren samen met onze vieren, toch? Dus de hele familie was erbij. Nee, jawel. Met, dat meisje. Met charisma. Met, met, met ja, dat meisje was vlak voor ons. Toen we daar gingen op straat. dacht Dat heeft u misschien gezien dat ze uh, met iemand weg is gegaan? Nee, 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 nee. Het nee. was altijd in uw jongen. Ja, ja. Dus u zegt van als er iets zou zijn gebeurd, als het verkracht zou zijn, is het niet op dat moment gebeurd. Weet nee, nee, nee. Ik, ik als oma ga kunnen zien dat meisje verkracht wordt, nee toch? Het kan nooit. U zet uw handen in vuur voor Raju? Jawel, want Raju heeft niks gedaan. Maar wie heeft, wie heeft dat meisje gebracht naar de dokter? Wie heeft ontdekt dat meisje zo? Die vrouw van Raju. Want ik heb gezegd, want die moeder zegt dat dat meisje niet in verwachting is. Ze is verstopt. De naam Raju is in de eerdere uitzending ook gevallen. Als ze zijn de persoon die de veroorzaker is van dit probleem. De zoon van mevrouw Rosiek haalde aan dat de enige reden waarom de koeien niet op het perceel mogen, is omdat de politie hem heeft geadviseerd geen mensen meer toe te laten op zijn perceel, omdat zijn minderjarige, zwakbegaafde dochter seksueel zou zijn misbruikt. De mij beschuldig me zomaar charisma en ik ben nooit met de meisje om gegaan. Ik ben op het strand geweest met mijn vrouw, met oma. Nooit in een vast karisma. Nooit niet, nooit heb ik niet uh, vast aangeraakt in mijn Omdat waarom die reden is dat die moeder en die zoon, uh, die moeder en die dochter en de vader zegt, maar ja, je moet zeggen dat het radio heeft gedaan. Ze hadden geen huis, ik heb voor de huis gebouwd. Oma Rossik had gezegd, bouw niet, want ze zijn echt hinderlijke mensen. Maar toch zegt neer, hebben ze niet een huis. Ik heb ik kan je vertellen dat jullie naar het strand zijn gegaan, je hebt ze meegenomen, ik heb bier, ik ga oma gemeen, je ja, drapen en drapen op zang. Maar het is helemaal niet waar. Ik was op het strand geweest, mijn vrouw, twee kinderen. En Oma Rosiek was op het strand geweest. Dus We hebben nooit dus geen bier. Dus jullie waren hier alleen, dus Nee. En we hebben geen bier genomen. Wij ook dringen geen bier. Mijn vrouw was in verwachting. En daarom waren we op het strand geweest. En heeft mij verteld dat we hebben bier mogen genomen. Maar is helemaal niet waar. En Sanjay had ook niet op het strand geweest. Volgende ja. dag heeft mijn vrouw naar het uh, test gebracht. Het is ja waar hij te zwanger? Ik heb de moeder gebeld. Mijn vrouw heeft ook de moeder gebeld. Oma gebeld. En de moeder heeft alle kleren op het strand weggegooid. We wilden die meisje helemaal niet hebben. En daarna hebben we ik en mijn vrouw bij de politie gebracht. Die politie heeft gelijk, die moeder gebeld, waarom heb je die kleren allemaal weggegooid op het straat. En die moeder vertelt dat ik wil die meisje niet meer hebben. En de politie zegt nee, zet die kleren binnen. We gaan een onderzoek doen. De eerste dag toen hebben we bij de politie gegaan met die meisje, en die meisje heeft dat verteld dat een Guyanese heeft het gedaan. Het is aangifte gedaan. Die moeder laat hem laten gras snijden. Die moeder laat het Gebruik de. Agoyan is nou een Nee. Die man werkt op het Rustenwerk. Wat dat heeft die meisje met de politie verteld. Dat die moeder heeft relatie ook met het, uh, die Goyanist en met die dochter. Feit is, er wordt uh, gezegd in het verhaal uh, dat Raju heeft verkracht. Ja. En dat is niet waar. Helemaal niet waar. Nooit niet, nooit niet. Ik heb ook mijn eigen vrouw. Ik heb ook kinderen. Als ik iemand anders kinderen zal doen, dan kan iemand anders kan mijn kinderen ook doen. En het is nog minderjarig. Ja, die meisje is wel niet zo goed begaafd, maar het kan wel goed praten. Wel goed praten. Maar zo'n zo'n zulke meisje, al wie heeft het gedaan? Het moet onderzoek zijn. En dan gaat weten dat wie het heeft. Ik weet dat 100% ik heb het niks gedaan.